Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers en vandaag ga ik een edit bekijken die jullie en ik nog nooit gezien hebben. Zoals jullie weten was er vorige week een video over de uitstap. Super leuke video, echt waar, als je die nog niet gezien hebt. Dat was echt serieus de leukste video die ik denk die we ooit gemaakt hebben. Dus ga die zeker weten checken. Maar voor deze video wil ik eerst ook nog even iemand bedanken. Sil Buys, echt waar, deze man is next level ook. Net zoals Floris, net zoals jullie allemaal dat jullie nu nog kijken. Hij heeft een edit gemaakt van de uitstap en ik heb hem zelf nog niet gezien. Dus ik ben super benieuwd. Daarnaast, deze man heeft het geëdit op zijn telefoon omdat zijn MacBook kapot geweest is. Hij heeft 8 uur lang geëdit. Dus echt waar, doe eventjes applausje voor Sil dat hij de tijd heeft genomen om dit te filmen en dat hij er natuurlijk bij was. Maar voordat we aan de video beginnen en de edit gaan kijken die Sil heeft gemaakt, wil ik snel nog eventjes zeggen dat er aan het einde van de video een kleine tip wordt vrijgegeven over wanneer de SD-uitstappen weer zijn en wanneer de kampen online komen. Dus ben daar snel bij, echt waar, ik zweer het. Het zijn gelimiteerde plekken, want ik wil echt de kwaliteit zo hoog mogelijk houden en niet dat het een rommeltje wordt. Dus heel veel plezier met het kijken van de video en ik zie jullie op het einde. Alsjeblieft kijken. Ik ga niet zeggen wanneer, maar ergens rond het einde ga ik jullie vertellen wanneer de kampen en de uitstappen online komen. Ik ben heel erg benieuwd naar deze edit, echt waar. Ik weet niet wat ik moet verwachten. We gaan het zien. Let's fucking go. Oh, dit. Zieke. Kijk. Oh, dit. Je ziet gewoon, voordat die video begint, dat die man wel iets kan. Snap je? Dat die echt wel weet wat hij doet. Nee. Hoor, tik. Keihard, ja. Dit is al dik, man. Floris, mijn G daar ook weer bij. Let's go. Kijk ze staan. Wie hoorde dit ook? Kijk, je hoort die effect. Toek, toek. Toek, toek. Anders. Hey. Jalla, neef. Wow, deze trek ook, maat. Hey. Jelle is ook zo insane, hè. Een video of een edit wordt altijd zoveel nicer als je zo in het begin even zo'n opbouw hebt. Gewoon even zo'n rustige opbouw naar de edit, echt. Zoals dit zo. Die draaiende effecten zijn ook nice. Heel nice. Kijk, dat was een trick surprise, jongen. Hier ook. Hey, mijn eetje. Mango! Die man had dat ook gewoon bijna, gewoon, hè. SD Family. Als je nou niet eens weet wat de SD Family is, of niet bij de SD Family hoort, waar is dan Stunstep? Ken je dan wel überhaupt iets van steppen? Ja. Let's fucking go. Heel nice edit, Sil. Echt waar, super vet. Echt, thanks voor het maken. Echt waar, wordt super erg gewaardeerd. Omdat de video iets korter is, logisch, is een aftermovie. Dat kan geen 5 minuten duren natuurlijk. Dat is heel normaal. Maar ga ik nog heel eventjes Kevin Schippers My Story overlopen. Dit is letterlijk iets waar ik zo fucking trots op ben. En ik kan jullie vertellen, in 1-2 jaartjes, dat ik dan een deel 2 ga maken hiervan. En echt gewoon een next level ding. Gewoon dat je echt denkt van, bro,
Ik heb ook zoveel te vertellen nog. Niet alleen over stuntsteppen, maar ook over SD Scooters, SD Academy. De uitstappen die we gedaan hebben. Hoe dat allemaal voor mij is verlopen. Hoe dat van binnen bij mij heeft gevoeld. Wat ik mee heb gemaakt de afgelopen jaren. Ook super veel gebeurd allemaal. Zowel privé als zakelijk. Ook het nieuwe bedrijf, My Fitness Program. Dat wordt echt iets super nice. Dus heb jij deze video nog niet gezien? Kevin Schippers My Story. Ga die dan zeker weten even checken. Dat is eigenlijk een heel verhaal. Hij is nu 3 jaar geleden. Daar zie je nog zo die kleine Kevin. Zo. Dat is echt niet de Kevin van nu. En dat is ook de reden dat ik toch voor 1, 2 jaar echt een deel 2 daarvan wil maken. Dat ik en dat verhaal pak. En dan wat er nog allemaal is gebeurd. Want echt wel, ik ben zo iemand die spaart liever heel graag dingen op. Zodat ik dan in 1 keer met iets super nice kan komen. En voor de rest, daarnaast, als deze video online komt, dan is het nog geen Black Friday. Maar Black Friday komt er ook aan. Een nieuwe kampseries komt eraan. De nieuwe uitstappen komen eraan. Dus echt wel, jongens, hou onze kanalen in de gaten op Instagram, SD Scooters en het YouTube kanaal. Want het kan zo zijn dat ik tussendoor ook nog eventjes een video upload. Als het Black Friday is of als de kampen of de uitstappen, weet ik veel, wat online komen. Dat je gewoon als eerste kan inschrijven. Ik wil jullie daarnaast nogmaals bedanken. We zitten bijna aan de 2500 abonnees. Het is even een best wel moeilijke periode qua content maken nu. Ik heb zelf met mijn knie gezeten. Het is niet echt de vibe die ik daarin voel met sessies. Ook omdat het gewoon winter is, et cetera. Ik kan niet zomaar even hier naar buiten gaan, even een video maken, et cetera. Er komen heel veel leuke video's aan, zoals dit, reageren op. Ik ga dadelijk ook meteen weer een video opnemen dat ik jullie Instagram edits ga beoordelen. Die was vorige keer ook echt super goed ontvangen. Dus dat is een beetje de planning. En dat jullie eventjes laten weten van, wat kan nog leuke content zijn? Of wat vinden jullie nog leuk om te zien dat ik bijvoorbeeld hier op de computer kan opnemen? Omdat het voor mij heel super makkelijk is om op te nemen. En voor jullie leuk is om te zien natuurlijk. Dat draait het uiteindelijk allemaal om. Dat jullie het fijn vinden en leuk vinden om te kijken. Dat jullie er motivatie uit halen. Misschien is het ook wel leuk om een keer een motivatievideo te maken. Of weet ik veel wat. Of gewoon deels mijn verhaal te vertellen. Of iets wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Dat jullie kan inspireren. Of jullie kan helpen in een of andere weg. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Het was een beetje een kortere video. Misschien een beetje meer een praatvideo ook. En ik hoop dat jullie hem stiekem toch een beetje leuk vonden. En dat jullie nog aan het kijken zijn. Dus als jullie nu nog aan het kijken zijn. Degene, ik ga jullie een kleine tip vertellen. Maar de SD uitstappen. Die komen. Die gaan waarschijnlijk begin januari zijn. En de SD kampen. Die gaan rond Black Friday online komt. Dus ben scherp, als jij nu nog kijkt, dan ben je wel een strijder. Yes jongens, dus bedankt voor het kijken. Doe alvast dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden. Laat een berichtje achter met de content die jij wilt zien. En dan zie ik jullie terug in de volgende video. Laters!